Hallo man, mijn naam is Kjeld en leuk dat je allemaal weer kijkt en luistert voor de Criterium du Dauphiné. Etappe 5, die ging van Cormor sur naar Salé-le-Bain, 191 kilometer. De eerste ongeveer 90 kilometer zijn vlak. Dat is lastig om echt een goede ontsnapping en weg te zien, zien te rijden met de punters die misschien tot het einde kunnen halen. Na het vlakke gedeelte een klim van 4,4 kilometer aan 4,1 procent, dan uh, 50 kilometer later 2, Serieuze beklimmen met de Cote die voor 2,2 kilometer 5,7% gemiddeld. Dan na die klim is het de hele tijd vol vlak met een afdaling. Gelijk in de Cote de Jesse 3,7 kilometer 8,2% met in de eerste 10 kilometer, 10, uh, met in de eerste 2 kilometer 10%. En na de klim is het simpelweg afdalen naar de finish toe. Jammer genoeg moest Maxim van Gils de koers verlaten omdat hij ziek was. Ik was erg benieuwd hoe hij het in deze etappe zou gaan doen, maar hij zat niet meer in koers. De ploeggenoot van van Gils zat in de ontsnapping: Thomas de Gent, samen met nog een paar andere renners. Niels Polit, sterker hardrijder, Jonas Krieghaar, Edwald Boosenhagen, Georg Zimmerman en Leon Heinske. Het gat met de kopgroep liep op een gegeven moment op tot maximaal 4 minuten. En in het peloton zagen we verschillende teams tempo rijden: UAE voor de. Gele trui van Bjerk, Kikstep en Bahrein als de voornamelijke teams. En ook het merendeel van, de werken, van het werk deden hun op de cote Ivor En ook een tijdje daarvoor zagen we IF naar voren komen. En die reden flinke tempo. En dan de voorsprong daalde ook van de kopgroep. Want het gat was op een gegeven moment met nog 35 kilometer te gaan rond de 1 minuut en 10 seconden. Het was allemaal wachten tot de laatste klim waar de echte actie zou gaan komen. Maar voor de start van de laatste klim was er een enorme positioneringsgevecht. Om zo goed mogelijk aan te beginnen. Jumbo nam met de ploeg en Vingeraar op kop in het peloton. En gingen met Van Hooydonk en Vingeraard al uiteindelijk als eerste aan de klim beginnen. Toch vonden de mannen van Quickstep het niet hard genoeg gaan. En namen Bajoli met alle fliep in zijn wield over. En terwijl dat gebeurde zagen we Bjerke vallen. Eigenlijk niet, zagen we dat in beeld, maar wel dat hij op de grond zat. Dus hij moest wel gevallen zijn in die bocht waar de klim begon. Doordat Bjerke viel, waren gelijk ook al zijn kansen weg om de gele trui nog te behouden. Al had ik ook voor de etappe wel het idee, en ook als hij niet was gevallen, dat hij die gele trui niet zou behouden. Voor Richard Carapaz was het tempo van Bajoli blijkbaar niet hard genoeg. Want hij besloot om aan te vallen. Ik vond het mooi om te zien dat hij probeerde. Want hij staat ver in het uh, klassement. En uh, stel dat hij uiteindelijk uh, bij Vingeraart uh, kan blijven. Zal Vingeraart met uh, Carapas gaan samenwerken? Omdat uh, zijn grote concurrenten in het klassement van Jonas, uh, bijvoorbeeld ook corner. Dan op achterstand uh, is naast Vingeraart. Die meekomt met de eerste aanval. Carapas kon ook uh, alle verliep mee. Maar die moest eraf bij de tweede versnelling van uh, Carapas. Vingeraart kon, naar mijn idee, makkelijk mee. Met die tweede versnelling van uh, Carapas. Maar even later, na die uh, tweede aanvalslesje versnelling van uh, Carapas, werd hij gecounterd uh, door Jonas Vinger, die beetje bij beetje wegging bij Carapas. Het gat van Vingegaard naar de rest van de klassementrenners die allemaal bij elkaar in de groep zaten, liep op tot 36 seconden. En toen was het met die afdaling die er nog aan zat te komen van 6-7 kilometer. Was het eigenlijk wel al gespeeld voor de etappe -segels. Want daarachter, Vingegaard was er in eerste instantie toen hij met Allo en Carapas samen, was geen goede organisatie. En ook toen Vingegaard, en Car... toen Vingegaard Carapas loste. Was er ook geen goede organisatie. Pas echt op. Het laatste deel van de klim op het plateau, een beetje was er echt een ploeg die begon tempo te rijden, en dat was UAE met de Maika voor Adam Yates. Maar die hield het gat, dus in de afdalingen stabiel, en die kwamen geen moment dichterbij. En zo wint Jonas Vingaard heel met heel veel overtuiging deze etappe in de Dauphiné. In de groep, op rond de 30 seconden achter Vingaard probeerde Bernal nog weg te springen, maar die werd op een gegeven moment een paar kilometer finish ook weer teruggepakt, en zo werd er gespeeld. Voor de overige top 10 plekken in deze etappe. En ook voor de 6 en 4 bonificatiesconden. Die voor de tweede of derde plekken nog wel belangrijker zouden kunnen zijn in het algemeen klassement. Want het lijkt erop dat Vinger deze dauphine grazen hand gaat zetten. Alle Filip die werd tweede en pakt zo 6 seconden Tobias Haaland, Johannes de derde. Hij had een lastige start aan het begin van het jaar. door een blessure, een peesblessure volgens mij. Maar ik heb het idee dat hij langzaam. Maar beter en beter weer wordt. Champoucin wordt de vierde, Paul vijfde, Hindley zesde, Mas zevende, Jeets achter, Lenny Martinez negende en Chavez tiende. Ook Bernal, Heek, Chicone, Mijntjes, Martin, Maika, Juan, Pedro, Lopez, Landa en Benoot zaten in dezelfde groep en hebben geen extra tijd verloren dan al die 31 seconden opvinding. Carapaz, Martinez, Godu, Boegman en Carlos Rodriguez hebben nog meer tijd verloren. Carapaz 14 seconden op de rest van de klassementsrenners en 45 op Vingegaard. En Martinez, Godu en Carlos Rodriguez en Boegman kan je daar ook bij zetten. Die hebben een minuut verloren op Vingegaard. Na een sterke overwinning van Vingegaard is hij ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Met een hele grote voorsprong op de rest. Ook Connor op 1-10 onder andere van de klassementsrenners. Yates 126. En Hindley en Heek staan dan nog op minder dan twee minuten van Jonas. Maar de rest van de klassementrenners staan allemaal al boven de twee minuten. Naast dat Jonas aan de leiding staat in het klassement, sprak hij in zijn interview na de etappe woorden uit die heel overtuigend waren na de aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenis. In Annecy. En een reactie echt van een grote klasse was dat. Ik merkte vorig jaar al dat Jonas een ontzettende familieman in. Want hij heeft ook zelf een kind. Dus dan grijpt die gebeurtenissen in Annecy nog extra hard aan. De bergetappes moeten nog komen in deze Dauphiné, Om te zien of Vingerkaart daar ook zo sterk is als in deze etappe. Maar ik denk dat hij zeker daar zijn mannetje wel gaat staan. En misschien wel weer bij de rest laat wegrijden. Maar het lijkt er nu wel op dat. Dat uh, Pogacar echt uh, de enige is die vingerkaarten uh, zou kunnen uitdagen in de Tour de France. Want de meeste klassementsmannen zitten in deze Dauphiné. Die ook uh, de Tour uh, gaan rijden voor zo goed mogelijk klassement. Behalve eigenlijk uh, Bardet. Die gaat uh, Zwitserland uh, rijden. Die aankomende zondag begint. Ik hoop dat Pogacar daardoor uh, ook uh, volledig hersteld is van zijn uh, polsblessure Tegen de tijd uh, dat de Tour start over iets meer dan uh, twee weken. Want anders krijgen we denk ik... Uh, ben ik bang en vrees ik er een beetje voor dat we een eentonige strijd gaan krijgen. In Nederland is gedurende de Dauphiné ook een andere etappekoers aan de gang. De ZLM Tour. Woensdag was de start met een proloog die werd gewonnen door Niels Eekhoff. Maar gisteren was er een hele mooie etappe voor de ploeg van Bastitema. TDT Unibet. De eerste UCI zegen. Met echt heel erg knap met hun Belgische renner Jentel van de Velde. Ik was toen ze begonnen als ploeg een beetje sceptisch als het gaat om... Om de resultaten die ze zouden gaan halen in het eerste seizoen. Dat dat gelijk dat dat niet heel erg het beste zou zijn. Maar als je ziet wat ze dit seizoen al hebben laten zien. Is het echt geen pelotonvulling. En rijden ze echt heel goed als geheel als team. En presteren ze natuurlijk ook met deze overwinning. En ze hebben ook al andere goede resultaten gehaald. En gisteren was natuurlijk echt hun mooiste en grootste zegen tot nu toe. Van de Velde profiteerde optimaal van een neutrale baan. Die de groep passeerde. Heel slim gedaan en ook knap volgehouden tot de finish. Wel zullen de Welter teams zich echt moeten schamen, eigenlijk, dat ze die kopgroepen niet op tijd hebben teruggepakt voor te gaan sprinten met hun sprinter. Want als grotere ploegen, ten opzichte van TDT-Unibet-team, mag je simpelweg dat gewoon niet laten gebeuren. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze video. Vond je deze video leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer gelijk dan ook even. Hier beneden. Vergeet zeker even niet dat belletje aan te zetten, zo blijf je op de hoogte van de komende video's die online gaan komen. Morgen ben ik er natuurlijk weer. Dan ga ik uitgebreid etappe 6 van de Dauphine bespreken. En ook nog de andere koersen die er vandaag waren. Hopelijk zijn jullie er dan weer bij. Tot de volgende video. Later.